De oude fietsenzaak van Verschoor aan de Jan Steenstraat in Ridderkerk is vanmiddag volledig uitgebrand. De zaak stond al een aantal weken leeg. De brandweer heeft veel materieel ingezet en wist te voorkomen dat het vuur zou overslaan naar winkelcentrum Ridderhof. Eén persoon moest door de GGD behandeld worden voor rookvergiftigingsverschijnselen. De Rotterdamse brandweer begint vandaag met een proef met een nieuwe kleine brandweerwagen, de SIV. De wagen wordt bemand door twee brandweerlieden die ter plaatse beginnen met het verkennen en bestrijden van de brand en zo nodig met het redden van levens. De inzet van de SIV's is omstreden, omdat het om een personele bezuiniging gaat. De Schiedamse scholengemeenschap Spieringshoek is gisteravond uitgeroepen tot de leukste school van Nederland. De bekendmaking was in de Heineken Music Hall in Amsterdam. De school was met 1200 personen in 26 bussen naar de hoofdstad gereisd. Morgen zijn er na het verdwijnen van de nevel flinke zonnige perioden. De wind is matig en komt uit het oosten. In de middag loopt de temperatuur op naar 5 graden.